Ja, geen voetbal. Dus we gaan nog even terug naar de aflevering van De Boer Zoekt Vrouw van afgelopen zondag. Weten we het nog? Die Annemiek, Frigide, hè? Ja. Dus Frigide, die zat nog met twee mannen. En er was er eentje van, die was zo'n gozer, die Jelte, die had een uitstraling van een koffiefilter. Nou, dus, maar die koffiefilter, die zegt tegen Frigide op een gegeven moment, ik ga weg. Dus, daar zit, in één keer zit Frigide nog maar met één man. En dat was die Erik, bijgenaamd Paardenkop. En Paardenkop, die ging dus in één keer met Frigide, want die waren nog met z'n tweeën over, gingen die geluiden uitwisselen. Ja, en die kwamen ineens na een kwartier tot de conclusie, we wonen te ver uit elkaar. Dus, ja, dus die zegt ook, dus Paardenkop zegt, nou ja, weet je, dan ga ik er ook maar van door. Ik bedoel, daar was dus tussen die twee, tussen Paardenkop en Frigide, totaal geen gevoel. Want als je toch werkelijk dat voor een vrouw voelt, dan pak je toch desnoods de step en dan ga je naar Slowakije. Ik bedoel, dat is toch heel simpel? Nee, anderhalf uur in de auto was al te ver. En daar zei onze Paardenkop, ik pak mijn koffertje. Ho, ho, paniek. Enorme paniek. Op de redactie natuurlijk, van Die Boer Zoekt Vrouw. Dus die hebben daar als een speer, hebben die gezorgd dat die Yvonne Jaspers, zeg maar, dat de Brabants Bondje, dat die als een speer daar naartoe ging. Want ja, Frigide zonder mannen en helemaal niks, dat is een gat in het programma. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus hup, Brabants Bondje erin en zorg ervoor dat Paardenkop blijft. Nou goed, Brabants Bondje, en dat hebben we nu gezien, want dat zien we nu online. Daar zien we Brabants Bondje op de bedrand samen met Paardenkop. Ja, want zij moeten natuurlijk voor zorgen dat Paardenkop blijft, juist. En Brabants Bondje zegt natuurlijk, zeg, gaat het misschien nog wat worden? Ja, zegt Brabants Bondje tegen Paardenkop. En Paardenkop die zie je verdwaasd rondkijken. Die denkt, oh god, wat moet ik hier allemaal mee? Want ja, die weet ook, er is geen gevoel. Er is helemaal geen klik tussen die twee. Dus we hebben haar de vraag horen stellen op de bedrand. Nog online, hè, dat hebben we allemaal gezien. En dan zegt ze, ja, maar wil je dan echt weg? En hij zegt, nee. Nou, tot daar. Dat is het enige wat wij nu als kijker en volgers van De Boer Zoekt Vrouw weten. Nou, wat een enorme spanning voor aanstaande zondag. Ja, want wat gaat het worden? Wat wordt de uitslag? En zo zie je maar, zo is Boer Zoekt Vrouw ineens weer voetbal. Ja, want gaat hij blijven? Onze Paardenkop bij Frigide. Ja of nee, dat is de grote vraag. Ja, en daar moeten we dan ineens voorspellen met z'n allen. Nagelbijtend kijken wij uit naar de uitslag van zondag. En ik voorspel alvast dat Paardenkop nog even blijft.